Banya Movies. Voordat je deze Banya Movie gaat bekijken, wil ik even heel snel zeggen dat ik niet betaald word door M&M's om deze video te maken. Kan ik heel simpel bewijzen door te zeggen dat je van M&M's geen handtas krijgt, maar obesitas. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. Jongens, geef vast een duimpje omhoog hier beneden en abonneer hier beneden. Heel veel kijkplezier bij een huis vol M&M's. Wie van jullie heeft dit gedaan? Wie heeft wat gedaan? Alsof je dat niet weet. Ik wou wat water pakken en toen... Ja, maar het kan toch gewoon gebeuren? De hele dag gebeurt dit al. Toen ik wou douchen. Als ik iets wil drinken. Hoe dan? In de brievenbus. Wat is dit? Mijn rugzak. Zelfs de fucking schoenen zaten onder de M&M's. Mijn hele fucking huis ligt onder de M&M's. Oh, wauw man. Maar M&M's zijn wel lekker. En ik wil nu wel weten, wie van jullie twee heeft dit gedaan? Oh, goedemiddag. Kijk wat ik heb. Bandjes. Bandje voor jou. Stef. Bandje voor jou. Bandje voor... Yo, en twee bandjes voor mij. Even niet, ik ben bezig hier. Maar hij staat jullie wel mooi. Oké, wie van jullie twee heeft het dus gedaan? Je kan het beter gewoon eerlijk zeggen, want ik zweer het je. Ik bel 112 zodra ik het nummer heb gevonden. Kan het niet zo zijn dat misschien Stefano... Nee, Stef was de hele afgelopen week in Londen en hij heeft niks met M&M's. Dat zie je toch? Jullie daarentegen. Jullie waren allebei afgelopen week hier. Bardo, kom op. Vraag het Stef op zijn minst. Oké. Stef! Ja? Heb jij het hele fucking huis onder de fucking M&M's gelegd? Nee, natuurlijk niet. Oh, gelukkig. Zeg. Moet jij heroïne kopen? Klassieke Stef van nou, oh fuck. Jongens, je ziet het zelf ook wel. Hij was het niet. Ik ben hier niet meer geweest sinds maandag, dat weet je. Ja. Dat klopt. Dus dan moet jij wel. Kijk Stefano. Hij is zelfs verkleed als M&M. Hij heeft alles van M&M. Hij is toch degene die... Oh, wij beoordelen hier nooit mensen op hun uiterlijk. Ook niet Stefano. Wat zei je? Wie ben jij? Stef, we zitten hier midden in een momentje, man. Heroïne kopen? Nee, dank je, man. Waar waren we? Oh ja. Jullie hebben me door. Ik ben eigenlijk Bokito! En ik breek weer vrij! Oh nee! Het is Bokito, de kwaadaardige aap! Maak je geen zorgen, want ik ben eigenlijk... Wacht even. Nee, ik ben gewoon Bardo. Oh, iemand anders muziek? Ja, cool! Ja, cool! Ja, cool! Tijd voor een lekker liedje, of niet dan? Attention, soon as someone mentions me, here's my 10 cents, my 2 cents is free. Maar dat is...